Ik blijf hier wonen tot ze me eruit dragen, denk ik. Dat beste. Het is eigenlijk een hele gezellige straat met ja, mensen die allemaal wel heel goed met elkaar op kunnen schieten. Ja, mensen uit de sfeer willen niet verder weg meestal. Nou, ik denk dat wij onderhand wel de oudste zijn hier. Ik woon hier 43 jaar. Van mijn trouwenaf ben ik hier komen wonen en ja, we zitten nog steeds hier. Dus ik heb mijn gezin verkocht niet zoveel eigenlijk. We hebben ooit toevallig een keer een vakantie waren in Frankrijk. En dan hebben we daar weer die ophaalbrug geweest. Maar verder heb ik eigenlijk niet zoveel met verzin verkocht. Ik heb een duif nog, ja goed, en die hou ik maar bij. Ik heb er nou een stuk of 60, denk ik. Dat is niet veel hoor. Als ik een duif hier vlieg, zeg maar, dan zeg ik altijd mevrouw, dat is de 48 of dat is de 52. Kan ik uit de lucht zien welke het is. Ik blijf er niet voor thuis hoor. Echt niet hoor. Ik ken ze meer als duiven, hè, zeg ik altijd. Met vrouw tot vriend houden, dan duurt het niet langer. Het is, ja wel, iedereen kent wel iedereen, zeg maar, weet je. Ja, gewoon echt, ja, dorpsachtig, zeg maar. Familie woont hier allemaal in de buurt van hem, sowieso. Hey, naast mijn neefje, andere kant mijn oom. En neefje van me nog weer twee huizen verder. Mijn broer op de hoek van de straat. Zijn ouders in de straat hierachter, zijn opa in de straat, de Rubenstraat. Dus. We hebben wel, om toch wel een beetje kleur in het huis aan te brengen, zeg maar. Omdat we alles wel een beetje neutraal hebben gehouden. Ik vond dat wel... Ja, vrolijk. En ik liet het aan hem zien. Hij zag al meteen een koe in een tijdje geleden. Dus als, nou, dat is wel leuk voor aan de muur. Ik woon hier al 57 jaar. Nou, ik hou wel van kunst. Ik schilder ook een klein beetje. Ja, ik schilder niet, hoe moet ik dat nou zeggen, van alles wat. Bloemen meest. Ik hou meest van bloemen. Ah, het is zomaar wat, maar het is wel gezellig. En ik doe het graag. Dus dat is eigenlijk gewoon het leuke ervan, hè. Dus het stelt niks voor, maar het is wel leuk om te doen. Ik woon hier zelf 5 jaar of 6 jaar. We hebben een schilderij, een heel groot schilderij, wat gemaakt is door geen gehandicapten. Ja, gewoon de kleuren en de dieren en lekker vrolijk, lekker kinderlijk. En omdat het geschilderd is door gehandicapten, draag je daar ook nog een steentje aan bij dat die mensen die schilderen dat. En, daar zijn ze toch lekker mee bezig. Weet je, dat is trekkerkunst niet, dat zonder bloemen en landschappen, daar, nee, daar ben ik niet van. Ik heb zelf veel geschilderd, keramiek geschilderd, vorm zelf gemaakt en dan zelf ingeschilderd, gebakken. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Dit heb ik vorige week gekregen van mijn man voor mijn verjaardag. Dit vind ik wel... Dit vind ik mooi van kunst. Dit heeft wel wat. Dit heeft een betekenis. Ja, het samen zijn. Echt samen zijn, ja. Dit is een autokerkhof in Amerika. Waar allemaal auto's uit de jaren 50 gedumpt zijn, letterlijk. En die daar staan te verroesten eigenlijk. Het sprak mij gewoon aan, want mijn oma heeft ook altijd zulke auto's opgeknapt. Dus ja, daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Ik heb verder geen dingen hangen die ik zelf gemaakt heb. Ik heb wel, net als ik bijvoorbeeld kaartjes voor mensen moet maken, dat doe ik wel zelf. Maar echt voor aan de muur, verder niet.